Product development zeggen we alle nieuwe producten die ontwikkeld worden binnen Punch. Dat houdt in dat we projectleiders hebben. We hebben ook system engineers die de overal technische projectleiders zijn. Dan hebben we ook nog de hardwareontwikkeling. Die gaan de volledige hardware ontwikkelen. Dus alles wat je kunt voelen aan transmissie, metaal, plastic, de TCU, de transmissiecontrole unit, die wordt ook bij ons ontwikkeld. En dan heb je nog de controls en de software, dat is eigenlijk wat je niet ziet. Binnen de hardwaregroep is vooral mechanische ontwikkelingen, sterkteberekeningen, tolerantierekeningen, FMEA-kennis, daar komt wel heel veel terug. CAD, de mensen van de CAD die eigenlijk het ProE, welke wij gebruiken als tekenpakket, die moeten daar wel een zeer goede kennis voor hebben. Heel veel van onze leveranciers zijn nog in China of daarom rond. Dus er zijn ook heel veel mensen die regelmatig naar China moeten of naar Taiwan om dan leveranciers te gaan bezoeken of klanten te gaan bezoeken als we eventueel issues hebben met klanten. Van het moment dat wij onderdelen krijgen die moeten aangepast worden, dan gaan wij 3D aan de slag. Wij krijgen onze informatie van de mechanische engineer. Daarna gaan wij catmatig aan het werk en komen we op een gegeven moment tot een oplossing die voor beide partijen eigenlijk voldoende is. En dan gaan wij dat model op vraag van de aanvrager gaan we dat dan 3D uitprinten eventueel. Zo hebben we altijd een vergelijk met hetgeen wat we gemodelleerd hebben en met hetgeen wat er in werkelijkheid bekomen wordt. Ik denk dat mensen hier heel uitdagende jobs kunnen vinden. Als ik bijvoorbeeld de engineeringafdeling pak, als je daar kijkt, daar zijn mensen bij die dagelijks bezig zijn met de tekeningen te maken, de studies te maken. Maar die kunnen bij wijze van spreken ook een finaal eindproduct zien. Die kunnen hier op de testtrack gaan kijken en gaan rijden met de wagen. Dat geeft veel meer concreetheid als ik geef gewoon een tekening af en het verstuur het naar weet ik veel waar. En daar gaat het opnieuw bekeken worden. Ik zie de toekomst bij Punch heel rooskleurig. Je ziet het werk dat er binnenkomt, je ziet ook het werk dat er afgeleverd wordt. De inzet van de mensen die er zijn, dat is allemaal positief. Een jong team wel, een groeiend team, maar volle bak, fijn, plezant. Ja.